hoofdpunt is de Europese orde. Toen die eenmaal een beetje bij elkaar gefladderd was, laten we zeggen tussen 45 en 50. Dat heeft een paar jaar geduurd voordat duidelijk was hoe de lijnen liepen en hoe de strategische verhoudingen lagen. En vanaf dat moment natuurlijk heeft Europa een hele, hele lange periode van stabiliteit doorgemaakt. Die stabiliteit houdt eigenlijk op, vreemd genoeg, als de Sovjet-Unie in elkaar klapt. Omdat ineens alles in beweging raakt en fluïde wordt. Hè, en dat we nu met een oorlog zitten aan onze oostgrenzen, is feitelijk het gevolg van het feit dat de Sovjet-Unie verdwenen is. Als je de oude Bush hoort, die in Kiev een toespraak houdt in, dat zijn 92, dat hij tegen die Oekraïners zegt, jongens, jullie hoeven toch helemaal niet zelfstandig te worden, blijf nou maar een onderdeel van. Hij is daaruit gejouwd. En waarom zei hij dat? Omdat de Amerikanen enorm bang waren dat het einde van de Sovjet-Unie, laten we zeggen, de hele strategische verhoudingen zou chaotiseren. En Bush was een behoudend man en zijn security advisor, god, hoe heet hij nou ook alweer, die was dat ook. Ook een hele verstandige man trouwens, daar niet van. Brent Scowcroft, ja, hele verstandige man. Echt een hele verstandige man, maar terughoudend. Er is in Europa wel geklaagd over de enorm trage manier waarop de regering van Bush senior reageerde op het einde van de Koude Oorlog. Omdat dat was zo ongelooflijk spectaculair. We moeten er ook vandaag vanwege het JUT nog aandacht aan besteden. Alsof de Amerikanen het eigenlijk nauwelijks wilden geloven. Dat is een fameus incident waarbij de oude Bush die zit naar de tv te kijken. En dan, dat is dan op 9 november 89. En dan is duidelijk eigenlijk dat het met de DDR ook klaar is. En dan zegt de oude Bush iets in de geest van, nou, ik had niet gedacht dat de Sovjet-Unie, dat ze zo serieus waren eigenlijk. Op het punt van het beëindigen van de klassieke tegenstellingen in Europa. Het was natuurlijk ook een wonder. Het was gewoon een wonderlijk wonder. En we hebben er in die zin enorm van geprofiteerd in allerlei opzichten, zeker de Europese Unie. En tenslotte is die oorlog die nu gaande is ook weer een product van in zekere zin van de chaotisering van het systeem. Jij noemde dat fonds eerder, hè? De bondgenoten hebben oneenigheid. 100 miljard, ja. Ja, oneenigheid over dat fonds, want daar moeten allemaal wapens, coördinatie, andere zaken die voor Oekraïne van belang zijn, moeten daar betaald worden. Denk je dat het er komt uiteindelijk? Nou, dat zou me niet verbazen. Misschien met wat aanpassingen. En misschien moet Orbán weer meerdere malen naar de wc om het er doorheen te krijgen. Dat zou kunnen. Misschien moeten we Orbán nog eens wat lekkere dingetjes cadeau doen. Ja, de Zweden hebben, wat was het, een paar staaljagers gestuurd. En toen was het toch ineens in orde. Het is natuurlijk wel. Op zichzelf is Orbán een schandalige figuur wat mij betreft, ook heel, heel progressief begonnen en volledig afgezwaaid. En iemand die natuurlijk niet hoog heeft met de democratie. Maar hij is interessant in één enkel opzicht, is dat hij ontdekt heeft. Hij is natuurlijk ook van oorsprong iemand die eigenlijk dan maar niks vindt, die Europese Unie. Zijn heerlijke Hongarije heeft er niks van last van. Maar hij heeft al lang begrepen dat dat helemaal niet zo is. Dat zijn heerlijke Hongarije er eigenlijk een hoop voordeel van heeft. En vooral als hij maar blijft chanteren natuurlijk en zegt, ja, daar ben ik tegen, dat ga ik niet doen. Nou ja, dan krijgt hij weer iets uit de pot, of hij krijgt een straaljager, of weet ik wat hij krijgt. Maar op een gegeven moment stopt dat toch? Dan hebben ze het toch door, dan denken ze, ja, nou, tot nu toe niet. Tot nu toe niet. En natuurlijk is de afweging altijd, ja, we kunnen wel eindeloos, kunnen we hem laten zeiken, maar laten we maar een straaljager cadeau doen. Ja, dat is een beetje. En je ziet aan Orbán, denk ik, wat ook duidelijk begint te worden op groter Europees niveau, dat in feite de populistische partijen helemaal niet meer van plan zijn om meteen uit de EU te stappen. Of zoals natuurlijk hun klassieke uitdaging, denk aan de PVV, die wou ook meteen uit de EU en zo. Hoe je op het idee komt, het is van een
een apart soort van dorpse klunzigheid die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Maar goed, ik denk dat dat eigenlijk afgelopen is. Ik denk dat al die populisten ook misschien dat ze elkaar wel telefoneren, dat weet je ook niet. En dat ze besloten hebben, joh, we blijven er gewoon in. Maar wij proberen de boel een beetje naar eigen inzicht te modelleren. Wij proberen er maximaal van te profiteren vanuit onze dorpsnationalistisch nostalgische hoek. Hè? La France profonde, Nederland zoals het bedoeld was. Nou ja, een hele reeks van dit type van formuleringen waar de populisten gek op zijn. Eigenlijk het rustige verleden als ideaal. Hè? De kleine provinciestad zonder immigranten. En nog even naar het fonds. Oproep tot het oprichten van een fonds van die omvang van 100 miljard is uniek, wordt er gezegd in de geschiedenis van de NAVO. Oh, ja, dat denk ik wel. Misschien staat ons wel meer unieks te wachten. Ik denk dat het ook niet zo verschrikkelijk lang meer zal duren voordat ook de Europese Unie op de kapitaalmarkt gaat opereren. Hè? Want er is natuurlijk al een keer zijn er euro-obligaties in verband met die COVID-affaire geproduceerd. Ik heb begrepen dat die heel goed gevallen zijn op de wereldwijde obligatiemarkten. Dus ja, ik denk wel dat we moeten verwachten dat de EU op grote schaal zelf geld gaat lenen. En ik juich dat natuurlijk van harte toe, dat begrijp je. Oekraïne heeft meer geld nodig, heeft Stoltenberg ook gezegd in die toespraak. Met meer steun voor Oekraïne zouden de NAVO-landen het signaal afgeven aan Rusland dat het land de oorlog tegen Oekraïne niet kan winnen. Ja, ik denk dat eigenlijk al zo is. Het zou mij enorm verbazen als Rusland plotseling de oorlog tegen de Oekraïne zou winnen. Maar het is wel duidelijk dat er een vervelende padstelling is ontstaan. En dat het noodzakelijk is om de Oekraïne wat verder op weg te helpen. Dat kan op alle mogelijke manieren, omdat men natuurlijk toch nog steeds aarzelt bij het gebruik en de levering van sommige wapens die over hele grote afstanden kunnen opereren, om die aan de Oekraïners te geven, zoals die Duitse projectielen, zal ik maar zeggen. Maar de Oekraïners bouwen ook zelf heel succesvolle drones die over lange afstanden kunnen opereren. Als ik een militaire planner was, dan zou dit, ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, een dolle tijd. Hè? Want je ziet eigenlijk onder je neus zie je de oorlogvoering veranderen. Laten we zeggen, sommige elementen blijven wat ze altijd geweest zijn, die verrekte artillerie. Maar ook op een reeks van terreinen, denk met name ook aan het uitschakelen van die Zwarte Zeevloot van de Russen. Dat is toch wel enorm interessant bemerkenswaardig? Nee, dat is een Germanisme volgens mij. Ja, dat is fascinerend. Dat is durf als je die dingen ziet. Hartstikke leuk. Ja, leuk. Dat is het probleem. Dat je dat in een militair kader nooit moet. Maar eigenlijk heel moeilijk kan zeggen dat iets leuk is. Hè? Rusland heeft ook gereageerd en zei dat de NAVO weer terug is in de mindset van de Koude Oorlog. Door ja, dat fonds. Ik geloof het graag. Ja. Voor de NAVO is geen plek in een multipolaire wereld, zei een woordvoerder van het Kremlin. In de ogen van Rusland heeft Amerika veel te veel macht. En in een multipolaire wereld zou die macht beter moeten worden verdeeld. Ja, zeker. Ik kan me voorstellen, als ik in Moskou zou zitten en ik werd betaald door Poetin, dan zou ik ook vinden dat Amerika veel te veel macht heeft. Dat vinden ze in Beijing, vinden ze dat ook natuurlijk. Ja. Dat vinden alle landen die ambities hebben, die ze nog eerst maar eens waar moeten maken. Ja, dat kan wel even duren ook. Bovendien omdat Amerika natuurlijk Kijk, Amerika heeft één ongelooflijk zwak punt. Dat hadden we eigenlijk niet aanzien komen. Namelijk zijn eigen politieke systeem. Wat eigenlijk bar slecht functioneert. Wat overigens al heel lang bar slecht functioneerde. Maar het had voorlopig niet zo gek als Trump geproduceerd. Dus dan merk je het niet zo hoe slecht het eigenlijk functioneert. Maar op alle andere terreinen is Amerika natuurlijk een enorm succesvol land. Maar ben je het ermee eens? Vind je dat ze te veel macht hebben en dat het beter verdeeld moet worden? Of vind je het wel goed zo? Nee, kijk, als er toch een land moet zijn met veel macht, heb ik het maar. Wat zijn de keuzemogelijkheden? Keuzemogelijkheden zijn de Verenigde Staten. Die hebben nu veel macht. Die is China. Liever niet. Ik woon een heel, heel onaangenaam klotenland in allerlei opzichten. Door het feit dat China uiteindelijk gerund wordt op basis van één enkel
basisprincipe. Namelijk dat de macht van de partij daar primair is. En ook primair dient te blijven. En dat zal naar mijn idee op de langere termijn allerlei remmende, onaangename, remmende effecten hebben in de Chinese samenleving. En we zullen zoiets moeten zeggen over China nog ietsje meer. Ja, Rusland is alleen onaangenaam en gevaarlijk in de situatie in Europa. Dat is het ene. Rusland is niet een mondiaal opererende speler. Wat er nu wel wordt gezegd, hè, doordat dat NAVO zich nu zo uitspreekt, bevestigen ze eigenlijk het beeld van wat Rusland had en dan zei namelijk de NAVO... Ja, dat is een hele lastige thematiek. Dat is de bekende vraag. Als de NATO zich nou niet zo sterk zou hebben uitgebreid in 1999 en in 2004, hè, toen in feite alle voormalige onderdelen van het Sovjet-imperium lid van de NATO zijn geworden, van de Baltische Republieken tot Polen, Hongarije enzovoort, dan zou Rusland zich anders hebben ontwikkeld. Dan zou toch misschien de democratie in Rusland een kans hebben gehad. Dan zou Poetin niet waar. Ik waag dat te betwijfelen. Ik weet het niet. Ik was zelf overigens tegen die uitbreiding van de NATO. Samen met Bolkestein, zeg ik maar even erbij. Kijk, goed gezelschap. Ja, omdat mensen dan natuurlijk niet, als ik dit zeg, zeggen van, oh, linkse praatjes. Linksgelul. Ja, linksgelul, dat werkt. Dus ja, dat viel dus toen nogal mee. Ook Clinton heeft geaarzeld op dit punt. En niet zeker geweten wat hij moest doen. Nou, had hij een soort tussenoplossing had hij verzonnen. Je kon dan een beetje een associé zijn van de NATO, maar toch eigenlijk geen lid van de NATO enzovoort. Op die manier, wat is het gek om iemand nog zo popiopie zo'n sigaret te zien roken, hè? Ja, inderdaad. Er staat hier gek voor ons, dat? Voor de auto staat is iemand uit de straat hier, denk ik, hè? Die staat te praten met, het lijkt wel of het de verkoper is van scootmobiels. Oh, ja. Zie je die scootmobiel daar staan, voor die ja, man? Ja, die zie ik wel staan, ja. Het lijkt wel of die en verkocht soms wordt. Zie je die scootmobiels en Ik zag nog eens een man met zo'n scootmobiel op zo'n rotonde daar aan de andere kant van het Wilhelminapark, joh. En die reed toch met een noodvaart. Hij hing ook helemaal scheef. Hij had volgens mij net nog geen Max Verstappen petje op. Maar ja. Hij genoot kennelijk van met volle teugen. Kijk, hij is erop gaan zitten. Zo. Ja. Ja, elektrisch, joh. Dat schiet als een scheet vooruit. Maar deze man is nog niet dusdanig oud dat hij een scootmobiel nodig zou hebben. Nee. Misschien is hij voor iemand die die kent. Ik zal hem straks vragen waarom die niet met de scootmobiel. Misschien dat hij voor... Het is wel een mooi beeld. De man heeft een sigaret nog steeds in zijn mond en er zit in die scootmobiel. Dat hij een gebrekkig familielid heeft of zo. Ja, we hadden het over China en zo. Ja, als er nou toch iemand de baas moet zijn in de wereld, dan maar liever de Verenigde Staten dan de andere kandidaten, met uitzondering natuurlijk van de Europese Unie. Ja, de Europese Unie is militair strategisch natuurlijk een hele zwakke speler. We hopen allemaal dat dat in de naaste toekomst iets beter zal worden, maar voordat je op Amerikaans niveau kunt opereren, dat is, maar ja, economisch... Ze hebben een gigant. Dus maar wat vind je van dat de NAVO eerst zei, nee, we gaan geen tanks sturen en F-16's, daar praten we al helemaal niet over. En dat was altijd een taboe. En nu is dat blijkbaar helemaal opgeschoven en is dat geen probleem meer. Je weet, dat is de magie van de gewenning. Hè? Eerst denk je van, nou, ik doe maar één eitje in de pan. Hè? Maar ja, dan komt er een avond en dan denk je, weet je wat ik doe? Twee eitjes in de pan. Oeh, lekker. En dan... Twee dagen later denk je, weet je wat, doe drie eitjes in de pan. Zo gaat het ongeveer. Dus jij vergelijkt nu een oorlog in Europa met eitjes in de pan? Ja, met avondmaaltijden. Ja. Ja. het gaat om de gewenning. Of het idee dat je denkt, nou, ik neem toch nog even, nee, nog een even extra, zoiets dergelijks. Ja. Maar nu even, ja, ik las altijd ook weer zo'n stuk. Er kwam een VVD'er aan het woord, ik geloof, in het... Uit het Europarlement. En die zei ja, ook op die toon die daar speciaal bij hoort. China streeft naar de wereldmacht. En nou sluit ik helemaal niet uit dat China daarnaar streeft. Of dat Xi Jinping niet droomt van wereldmacht. Dat zou kunnen. Nou, daar worden een grote som geld. Kijk, dat is er.
Het lijkt daar wat wij een soort spionnen zijn, zie je dat? Ja. Ja, de verkoop is nu voldaan. Dus, hij heeft een scootmobiel gekocht. Ja. Ik denk gewoon voor de lol. Maar dat weet ik niet. Interessante transactie, jongens. China streven naar de wereldmacht. Nou, dat zou kunnen dat Xi Jinping hoopt dat hij de wereldmacht zal bemachtigen. Maar ik kan hem iets dichter in de microfoon praten. Eigenlijk al. Je moet de microfoon iets dichterbij houden. Ik kan het nu beter? Ja, dit is beter. Oh. Ja, klaar, mijn hand is zakken. Dat zeggen ze in het theater ook altijd. Ja, precies. Ja, ik werd ook nog opgebeld door de Speakers Academy. Dat ze hadden bij, ik geloof in Bodegraven geklaagd dat ik te lang aan het woord was geweest. Ja, terwijl ik altijd zeg, als je weg wilt in verband met de oppas of de laatste beurs of zo. Maar rustig uw gang. Ja, ik ben er toch, denk ik, altijd bij mezelf. Maar waar mensen over kunnen klagen, zeg. Wat maakt het uit? Je kunt inderdaad weggaan als je te lang vindt. Maar wie had geklaagd? Het publiek of het theater? Nou, dat werd niet duidelijk uit. Want ik vroeg natuurlijk, wie heeft er dan geklaagd? Vooral omdat ik in Terneuzen was. Ik was helemaal hoog opgeprezen over het feit dat ik zoals gewoonlijk wel wat was uitgelopen. Nee, dat had te lang geduurd. Hoe lang was je dan daar gaan doorgaan? Ja, bekende werk. Ruim 2 uur, denk ik. Dat valt nog wel mee. Ja, precies. Ja, ik kan me best voorstellen. Maar ja, ik zei ook, god, ik ben er toch. Ik vraag er niet meer geld omdat ik wat langer doorpraat. Ik vind, je hoeft dan helemaal niet binnen, hè, want dat is natuurlijk te doen gebruikelijk bij dit soort van gelegenheden, dat je echt op de minuut stopt. Hè. En 8 uur beginnen, 9:30 klaar. Kan niet verdomme wat er aan de hand is, 8 uur beginnen, 9:30. Maar ja, vaak ben ik er nog, heb ik een uur inleidende praatjes. Ik zei ook, ik vind het reclame dat je... Want dat is altijd hetzelfde liedje. Ik vraag vaak, hoe laat is het? En dan zeg ik van, god, we moeten wel tijd om er een eind aan te maken. En dan, althans op de eerste rijen zeggen ze dan altijd van, nee, gaat u maar door. Het loopt lekker en zo. Het is lastig. Laat me het anders formuleren. Het is lastig om het iedereen naar de zin te maken. Dat heb ik wel ontdekt in de loop van het leven. Er is nou altijd een groep die ontevreden is. Maar niet China, dat is ook ontevreden. Dat je denkt, vooral bij die Chinezen, god allemachtig, zijn jullie in 50 jaar, niet waar, zijn jullie door, overigens voornamelijk buitenlandse investeringen, zijn jullie een wereldspeler geworden. En dan moeten we voortdurend horen dat we jullie beledigd hebben in de 19e eeuw en dat jullie onderdrukt zijn en dat jullie het recht hebben om zus te doen of zo te doen. Of nou ja, er wordt voortdurend het underdog-spel gespeeld. Oh ja. Hè? Ja. En dat vind ik eigenlijk al lang niet meer passend voor China. Maar nu deze VVD, ik ben zijn naam vergeten, ook op die toon die altijd gebruikt wordt wanneer het gaat over mondiale strategische... China streeft naar de wereldmacht. En daar moeten we daar een stokje voor steken. China streeft naar de wereldmacht. Het is een reusachtige economie en waarschijnlijk in koopkrachtpariteiten de grootste ter wereld, maar toch niet meer dan, wat zal het zijn, ongeveer 16% van de wereldeconomie. En dat betekent dus dat je economie in ieder geval niet groot genoeg is om, zou die nu een ritje gaan maken? Of probeert ik denk dat hij naar binnen gaat probeert rijden. Probeert de hal in te rijden. Het zal hem niet meevallen met dat ding. Hun hallen zijn iets kleiner. China, laten we even doorgaan. China. 16% van de wereldeconomie, daar kun je van alles mee doen. Je kunt op allerlei punten kun je druk zetten, ongetwijfeld. Is het een van de belangrijkste wereldspelers? Ja, ongetwijfeld, ja. Maar de economie is niet groot genoeg om de wereld te domineren. Daar simpelweg, en dat gaat ook niet gebeuren ook. Dan moet je afvragen, hoeveel bondgenoten heeft China? Nou, eigenlijk bar weinig, hè. Bar weinig. Want ja, Poetin natuurlijk en die Noord-Koreaanse dikkerd natuurlijk, vanzelfsprekend ook. En
Er zal nog wel ergens iemand te vinden zijn die hier wetgever. Maar voor de rest, ja, bondgenoten, dat zoiets als de NATO heeft, zien er dat? Nee. Voor geen kanten. Nee. En dan natuurlijk het probleem van, laten we zeggen, soft power. Ja? Iedereen weet wie laat ik het anders voor me. Pamela Anderson is. Ja, dat weet ik zelf, wie Pamela Anderson is. Dat was toch, die had toch iets met zo'n strandserie te maken? Ja, Baywatch volgens mij. Precies, Baywatch. Met die vreselijke man. Waarvan ik ook de naam kwijt ben. Die gaan we niet opzoeken ook. Dat hoeft niet. Iedereen heeft Barbie gezien, laten we het zo zeggen. Hè? Terwijl heeft iedereen de meest recente Chinese film gezien? Nee. Als het al een film is die het aanzien waard is, is het sterk westers georiënteerd. En is het eigenlijk Hollywood in China, om het maar even zo te zeggen. Dus de soft power van China die is feitelijk voor een belangrijk gedeelte afwezig. Je kunt op TikTok wijzen, maar dat komt omdat TikTok zich volledig georiënteerd heeft op de westerse wereld waarin het opereert. Maar China is een zeer onaangename dictatuur. En dat is geen prettig voorbeeld en dat is ook... Er worden China goede vorderingen gemaakt op democratisch terrein. Dat ziet ernaar. Dan zou er een probleem. Dan hoef je ook niet voortdurend boven Taiwan te gaan vliegen met straaljagers om flauwe dreigementen vorm te geven. Dat is allemaal. Die toont natuurlijk Oekraïne en Rusland. Je kunt je wel voorstellen dat Oekraïne geen zin heeft bij zo'n ongelooflijk godvergeten klotenland te willen horen. Als wat Poetin ervan gemaakt heeft. En dan lees je altijd dat die Russen allemaal zo aardig zijn. Ik geloof het graag. Maar wie wil nou in godsnaam iets met Rusland te maken hebben? Ja, je moet wel een heel... Nou ja, misschien dat gezelschap van Nederlanders... wat bezig was naar Rusland te emigreren. Omdat de vrijheid daar veel groter was dan hier. Ja, die wethouder is gestopt trouwens, die daar ook bij betrokken was. Dat kan ik mij wel een beetje voorstellen. Omdat je toch de indruk hebt dat ze niet helemaal goed snik is, zou ik zeggen. Ja, dus, en dan wordt daar zo gemakkelijk over gepraat. China streeft naar de wereldmacht. Nou ja, laat ze vooral streven, zou ik zeggen. Het zal er niet van komen. De wereldmacht is een hele complexe. Zelfs de Amerikanen hebben niet de mogelijkheden om een volledig dominant te zijn. Ze hadden toch ooit de wereldmacht? Ze zijn toch ooit de grootste economie ter wereld? Zeker, zeker, zeker. Als je de jaren neemt, zeg maar, tussen 45 en 50, nee, verder nog wat, tussen 45 en begin jaren 60, dan kun je zeggen, waren ze onaantastbaar. Ook omdat ze toen nog economisch superieur waren. Ja, als je in 1960 wilde weten wat is de modernste, meest productieve staalindustrie ter wereld, dan was dat die Amerikaanse. Daar raakt ook de klad in de jaren 60 en 70. De Amerikanen hebben niet altijd de zaken attent bijgehouden. Op dit moment, Amerika is de machtigste natie. Maar ik bedoel China. China is toch ook ooit de grootste economie ter wereld geweest? Nou, naar koopkrachtpariteiten. Hè? Dus naar wat je intern in China kunt kopen met, hoe heet dat ook alweer, die Chinese munt. Dat is altijd over zijn twist. Wat is precies de grootste economie ter wereld? Ga ervan uit dat de Europese Unie en de Verenigde Staten en China... Je moet dicht in de microfoon praten. Aan de microfoon. Ja, ja. Kijk, anders horen mensen je niet. Dan zeggen ze, we horen te veel lawaai, we horen te veel bussen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Misschien moeten we de ramen aan de andere kant open doen. Oh, dat kan ik ook even doen, ja. Laten we dat even doen, zo. Zo. Ja, als het natuurlijk zo warm wordt. Ik heb mijn winters gekleed, maar dat blijkt volkomen onjuist te zijn. Ik had mijn zomers moeten kleden. En dan wordt er zo... Dat irriteert me enorm, dat die gemakzucht waarmee dan wordt gezegd... Oeh, China, gevaarlijk, wordt een streef naar wereldmacht. Alsof dat ook zomaar kan. Alsof daar geen tegenstand geboden wordt. Alsof China over de mogelijkheden beschikt om. Nou ja. Kijk, we hebben het antwoord op de vraag waarom hij een scootmobiel heeft gekocht. En? Een van zijn huisgenoten, ik weet niet of het zijn zoon is, die heeft zijn been in het gips. Oh, dat is de reden. Ja. Een lekker scootmobieltje. Ja. En zo te zien is hij er wel gelukkig mee. Ja, 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 ja.
Kijk, dus die heeft op Marktplaats waarschijnlijk een scootmobiel gekocht. Zie je dat? Daar gaat hij. Kussentje erbij. Ja. Prins, heerlijk. Ja. Nou, er zijn erbij die zo geweldig zijn, dat ik ook wel eens denk, is dat niks voor mij, een scootmobiel. He, je kunt zo wel parkeren natuurlijk. Ja, dat is... Maar waarschijnlijk heb je een verklaring van invaliditeit nodig, toch? Geen idee. Volgens mij kun je daar gewoon inrijden. Ja, mensen die zorgen ervoor dat ze ook een verklaring van invaliditeit hebben, dan kun je namelijk je auto de hele dag gewoon voor de deur parkeren. Mm. Nou is dat bij ons niet aantrekkelijk, maar goed. Ja, dus dat, ik vind dat gemakkelijker gepraat van China streeft naar de wereldmacht, Poetin gaat winnen, daar komt een grote oorlog. In bredere zin, kijk, zodra ik me opwind, krijg je dit vervelende gehoest. Ik zou dat graag iets minder losse praat, waar je denkt van jongens, maak dat nou eens waar, laat eens zien hoe dat precies in elkaar zit. Hoe gaat dat dan precies werken? Wat voor bondgenootschappen heeft China om speciaal, nou, ga zo maar door. Ja. Nog even lezen. Ik zou nu zeggen, hoe je het ook wendt of keert, en hoezeer ook misschien de BRIC-landen de pest aan ons hebben, het Westen, in bredere zin, ook in culturele en politieke zin, is nog steeds dé dominante speler op het wereldtoneel. Ja. Doe voorzichtig, doe voorzichtig. Anders moeten we moeten nog wat water halen binnen. Nee joh, ik hoest al, het gaat me niet over. Oh ja, daar heb ik ook last van. Het fonds van de NATO zou een soort anti-Trump-verzekering zijn. De NAVO is bang dat als Trump opnieuw president van de VS wordt, het gedaan zal zijn met de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Daarom bereiden ze zich hierop voor. En er moet er ook een andere, als er een andere politieke wind gaat waaien, dan kan dit fonds helpen. Ja, Trump kan wel een beetje roet in het eten gooien, maar we moeten even afwachten hoe dat gaat lopen. Ten eerste zit Trump er niet voor eeuwig, dat is punt 1. Punt 2 is, er zijn in Amerika omvangrijke tegenkrachten die eventueel daar niet gelukkig mee zullen zijn met een dergelijke opstelling. Ik denk dat de gevaren van Trump veel meer liggen op het terrein van importheffingen, verstoring van internationale handelsovereenkomsten en afspraken, dan zozeer op dat punt van de NATO. Ik had de indruk dat de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden nog steeds op zoek is naar een formule waardoor Amerika toch kan bijdragen aan de Oekraïne. Ja. Bovendien kun je natuurlijk redeneren dat het glas wat half vol is, ook wat half leeg is, ook altijd half vol is. Dat dit een situatie is waarin de Europese Unie wordt gedwongen om zijn verantwoordelijkheden te nemen. En dat werd natuurlijk toch wel een beetje tijd, toch? Ja. We hebben de middelen. We hebben ook de productietechnische, economische middelen. En we hebben ook nog steeds de demografische middelen. Om een van de grote wereldspelers te zijn. Diplomaten gaan ervan uit dat het voorstel voor het fonds zeker niet ongeschonden de eindstreep gaat halen. Er zijn namelijk grote bezwaren bij lidstaten als Hongarije, die op geen enkele manier wapens willen leveren aan Oekraïne. Daar hebben we het over gehad. Het is dus een controversieel plan dat wel steun krijgt van Nederland. De discussie is nu begonnen en Stoltenberg hoopt er op de NAVO-top in Washington in juli overeenstemming over te hebben. Het is toch een beetje gek, niet waar? Dat prutslandje, want dat is Hongarije. Het stelt echt geen bal voor. Het heeft net 10 miljoen inwoners. De bevolking loopt achteruit. Deze stoorfactor, hoe moet je dat zeggen? Deze tuttebel, die tevreden dikzak, ja sorry, zullen veel mensen zeggen, en jij dan? Hè? Ik moet zeggen, het wordt echt tijd dat we iets verzinnen om Orbán op een parkeerplaats te zetten. Het is toch te gek dat we voortdurend echt bij alles wat de EU betreft, wat de NATO betreft, niet waar, het krijgen we dat gezeur van dat een land wat niets voorstelt binnen het grotere geheel van de Europese Unie en de NATO. Ja. Dat is toch wel vrij treurig dat we ons daar voortdurend door die man laten chanteren. Dus ja, ik vind dat we dat, daar moeten we een oplossing voor verzinnen. Hebben we nog iets gehoord over Rutte eigenlijk? Rutte naar de NAVO? Nee. Hebben ze niks over bekend gemaakt, hè? Nee. Ik
ik denk toch dat ze nu aarzelen, nu ze weten wat een puinhoop die in Nederland heeft achtergelaten. Hè? Dat ook de drinkwatervoorziening niet in orde is. Nee, het is, in Nederland denk je wel eens, wat is ons toch precies overkomen de afgelopen jaren? Hè? Al die demissionaire kabinetten, de elektriciteit, de waterleiding, de bruggen. Hoe is dit mogelijk geweest eigenlijk? Dat moet toch nog eens een... Kunnen we niet een massale parlementaire enquête van wat die regeringen de afgelopen 15 jaar in godsnaam hebben uitgespookt? Alweer één. Er zijn er al zoveel geweest. Ja, maar ze hebben wel nuttige resultaten door. Hè? Well, die toeslagenaffaire, die tweede grote enquête, dat was hakte er toch lekker in. Ja, zeker waar. Nog één vraag van de luisteraar. Maarten, waarom is de baas van de NAVO altijd een Europeaan? Dat is de oorspronkelijke afspraak. Dat de opperbevelhebber van de NATO, dat is natuurlijk, de NATO is een militair bondgenootschap, dus de opperbevelhebber is natuurlijk een belangrijker figuur dan de secretaris-generaal. Dat begrijp je. De secretaris-generaal is in feite een deftige loopjongen die moet zorgen dat ze op tijd bij de vergadering komen en dat er water uit de kraan komt en dat soort van dingen. En de opperbevelhebber, daar draait het om, is altijd een Amerikaan. Dat is bij mijn weten al in 1949 afgesproken. Het is niet zomaar een Europeaan, want het is natuurlijk nooit een Duitser. Dat voel je al aan je water. En het is nooit een Fransman. Het is altijd natuurlijk iemand uit de kleinere landen. Hè? Vandaar dat er allemaal een hoop Scandinaviërs. Dit is al de vierde Nederlandse secretaris-generaal natuurlijk. Wie Rutte bedoel je? Ja. Als hij het wordt, hè? Als hij het wordt, maar dat zie ik wel gebeuren. Het zou wel heel vreemd zijn als hij het niet zou worden. Dat zou natuurlijk ook een enorme zin. Nee. Wie is er nou de baas in de NATO? Amerika is de baas in de NATO. Dus ja, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Zou ik hem willen hebben? Nee. Absoluut niet. Vlot, leuk, mobiel, energiek. Maar een rommelaar. Een sloddervos. Misschien is hij dat helemaal niet, dat weet ik niet. Maar zeg maar eens, strategisch slim is hij. Wat hij achterlaat is wel een slordige bedoeling. He?